Maar het is wel zo dat soms hetero's naar me toe komen om dat te zeggen. Dat vind ik superleuk. Maar die zijn dan soms ook een beetje verbaasd. Dus ja. Nou, ik herkende me er heel erg in. Ja. Want mijn relatie is ook wel eens uitgegaan. Ja, dat je zo denkt, jeetje, maar wat interessant. De komst van mijn kinderen ontnam me een zekerheid. Namelijk de overtuiging dat ik altijd de juiste taal zou kunnen vinden. Ze sloegen een gat in mijn bestaan en maakten daar een plek vrij waar nog geen tekst was. Voor hun geboorte was mijn leven tot een nok toegevuld met woorden. Had ik liefdesverdriet, dan las ik poëzie. Er bestaan bloemlezingen speciaal voor mensen met een gebroken hart. Was de wereld me te veel eisend, las ik stille romans. Leefde ik stads, las ik stads. Leefde ik losbandig, las ik losbandig. Leefde ik ingetogen, las ik ingetogen. Leefde ik queer, las ik queer. Of juist precies andersom. Al lezend leefde ik het leven waar ik in de fysieke werkelijkheid de moed of de mogelijkheden niet toe had. Had ik niet meteen een juiste titel te pakken, dan wist ik in ieder geval op welke plek ik moest zoeken. Van welke schrijver ik een nieuwe titel kon proberen. Welke vriend me een boek kon aanbevelen. Vanaf het moment dat Misha, Maud en ik een gezin vormden, had ik geen woorden meer om de werkelijkheid mee te beheersen. Waren ze er niet of wist ik niet waar ik zoeken moest? Geen enkel college tijdens mijn studie Nederlands over literaire vertolkingen van het ouderschap, laat staan queer ouderschap, stond me bij. Is literatuur over ouderschap pas interessant als je zelf ouder bent? Kun je het dan pas zien? Of zag ik het niet omdat het uitgeveegd werd? Omdat het ouderschap tot voor kort als vrouwenzaak werd beschouwd. Te onbeduidend om veel woorden aan vuil te maken. Ik zuchtte naar taal. Want is rouw het juiste woord voor het verdriet om een miskraam? Of beschrijft dat alleen het zeer veroorzaakt door verlies van mensen met een naam? Heten de tranen in de kraamweek van de moeder die niet gebaard heeft ook kraamtranen? Of is dat woord voorbehouden aan de biologische moeder? Wat maakt de niet-dragende moeder aan als het kind op haar borst in slaap valt? Is dat oxytocine? En als het wiegen van haar kind de hormoonhuishouding van deze moeder verandert, is haar ouderschap dan niet als vanzelf biologisch? Wanneer ben je duo-moeder, meemoeder, bonusmoeder, baarmoeder? En wanneer ben je gewoon moeder? Hoe noem je de man die de vader van je kinderen is als het afstandelijke co-ouder en goede vriend of het intieme geliefde de lading niet dekt? Hoe beschrijf je de verdrietige opluchting als je de papieren ontvangt waarmee de staat jou erkent als ouder en daarmee de ander het ouderschap ontneemt? Is er een woord voor het schrap zetten, die staat van paraatheid wanneer onbekenden vragen naar je thuissituatie? Hoe noem je de sensatie van lui achteroverneunen wanneer iedereen ziet dat je zwanger bent en je overlaat met zorg en vriendelijkheid vanwege je lichaam, gecombineerd met je eigen vervreemding vanwege dat lichaam? Hoe druk je de mix uit van opluchting, dankbaarheid, liefde en het vleugje waanzin en venijnige jaloezie bij de aanblik van de vader die al uren het kind in zijn armen wiegt, zodat beide moeders kunnen slapen? Hoe beschrijf je de angst niet te voldoen als moeder, vermengd met het verbeten voornemen wel te voldoen? Is er een woord voor die telkens terugkerende dagdroom wanneer het gezinsleven te luidruchtig is, over een quarantaine in een stille hotelkamer met witte muren, lakens, verder alleen een boek en een laptop? Hoe vat je de vertrouwdheid en vreemdheid van je kinderen in één woord, hoe ze tegelijkertijd vast en los van je bestaan? Hoe noem je de lichamelijke intimiteit tussen ouder en kind, de naaktheid daarvan? Hoe beschrijf je die adembenemende weerloosheid die je kinderen in je hebben uitgebikt en blootgelegd? Hoe je sinds hun geboorte onbeschut, maar verankerd door het leven gaat? Ik zocht woorden. Waar ik ze niet vond om te lezen, zocht ik ze om te schrijven, om mijn werkelijkheid in te gieten, om de ruimte te vormen waarin ik als queer ouder kon bestaan. Ik zocht woorden om te leven. Ja.
Volgens mij kent iedereen je met al dat applaus, maar ga je toch nog even heel goed voorstellen. Jij hebt net een boek geschreven, ligt echt net in de winkel. Dat is met deze fantastische cover. Maar je bent ook docent, schrijver. En je schrijft dingen voor NRC, Volkskrant, Trouw. Nee, je hebt het heel druk eigenlijk. En het gaat vooral over literatuur, maatschappelijke thema's en het queer thema. Nou, fijn dat je er bent. Dankjewel. Misschien, ik weet niet of iedereen het heeft gelezen omdat het net uit is. Zou je gewoon even kort kunnen vertellen, waar gaat je boek eigenlijk over? Nou, het gaat denk ik, het begon bij al die vragen die mensen stellen. En dan de moeder der vragen, wie is de echte moeder? Die vraag, die moet ik dan steeds maar beantwoorden. Maar wat ik interessanter vond is, waarom stellen mensen deze vraag? Wat ligt daaronder? Wat zegt dat over wat we verwachten van gezinnen? Van wat echt is en wat niet echt? En dat wilde ik gaan uitpluizen om te laten zien waarom je die vraag niet meer moet stellen. Dat is denk ik de hoofdreden. En heb je daar ook een antwoord op gevonden? Het zijn allemaal ideeën over wat mannen horen te doen, wat vrouwen horen te doen, wat een goed leven is, wat een gelukkig leven is. Dus dat is een leven met kinderen sowieso natuurlijk. En dat is liefst een leven in een traditionele setting. Dus man, vrouw, kinderen. En op het moment dat je daarvan afwijkt, en dat doe ik natuurlijk met mijn gezin. Ik voed mijn kinderen op samen met... Ja, ze heet in het boek, heet ze Maud. Zo heet ze niet in het echt. Ze zit gewoon in de zaal. Dat is een beetje raar. Maar ik noem haar toch maar Maud. En Misha, de vader van de kinderen. Wij zijn met z'n drieën en wijken op die manier af. Maar ik denk dat als je afwijkt van dat traditionele plaatje door bijvoorbeeld je kinderen alleenstaand om te voeden, dat je heel veel met hetzelfde gedoe te maken krijgt als wij. Als je bijvoorbeeld geen kinderen wil, dan ook, krijg je ook, denk ik, heel veel vragen. Wanneer kwam je daarachter? Weet je het zeker? Ja. En we gaan het hier vanavond nog veel meer over hebben. Maar wat verwacht jij eigenlijk van deze avond? Ik ben heel erg benieuwd naar wat jullie drieën gaan vertellen. Daar heb ik heel veel zin in. We gaan praten over bijvoorbeeld waarom je wel of geen vrolijke verhalen over queer levens moet vertellen. Gendernormen en hoe je die in hemelsnaam kunt verbeelden. Ik hoop heel erg een antwoord te krijgen op de vraag. Inderdaad, schrijf je voor een hetero of een mainstream publiek? Of laat je dat lekker zitten en schrijf je voor... laat mensen maar googlen wat ze niet weten. Ja. En schrijf je gewoon voor mensen die er al kennis van hebben. En dan is het voor de mensen die het niet weten iets harder werken. Maar is dat misschien oké? Okay? Dat is een vraag, denk ik. Dan wil ik nu graag cabaretier Sjomke de Voogd uitnodigen. Vanavond zou de Vlaamse schrijfster Saskia de Koster er ook aansluiten. Helaas is zij dus ziek. Maar niet getreurd, we zullen het ook al kort over haar boek hebben. Welkom, Sjomke. Hoe heb je eigenlijk naar Eke geluisterd en naar Stuk? Ja, ik vind het taalgebruik sowieso heel erg mooi. Daar kijk ik heel erg naar. Wat mij heel erg opvalt is dat jij heel anders reageert op exact dezelfde situaties. En je herkent bijna alle situaties die je beschrijft in je boek. Dat is allemaal de waarheid en feitelijk zoals het gebeurt. Alleen ik ga er anders mee om en dat vind ik echt fascinerend. Dat vind ik heel leuk. Op het moment dat ik een vraag krijg van wie is de echte moeder, zeg ik van we zijn allebei van plastic, dus allebei hartstikke nep. Maar als je bedoelt wie is de biologische moeder, dan ben ik het. En soms heb ik ook geen zin om te antwoorden. En soms. Maar raakt het je dan ook niet? Hoe komt dat? Nee, nou, omdat ik het eigenlijk juist heel goed vind dat die vragen worden gesteld. Want op het moment dat mensen vragen stellen... Ik vind iedereen mag altijd alles vragen. En of je antwoord krijgt is aan degene aan wie je de vraag stelt. Je kan altijd zeggen, hier heb ik geen zin in. Of dit vind ik een stomme vraag. Of nee, dit wil ik niet. Maar op het moment dat ik antwoord geef... dan leer ik die mensen wat de mogelijkheden zijn en hoe het werkt. En dan krijg ik van die persoon in elk geval die vraag niet meer. Ja, alleen... En word je daar ook wel eens moe van, of niet? Nee. 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 Wat interessant. Nou ja, omdat ik las ook in jouw boek dat jij heel graag normaal wil zijn. En ik denk dat daar wel verschilt, want ik wil helemaal niet normaal zijn. Nee, ja, dat is ook zo'n lekkere quote die ook steeds gebruikt wordt. Ik wil niet per se normaal zijn. Ik wil best
zou dolgraag excentriek willen zijn, echt. Dat ben ik helaas niet, maar dat zou ik graag willen. Maar dan bijvoorbeeld omdat mensen vinden dat ik fantastisch kan schrijven. Of omdat ik, en dat is het ook niet, hele goede grappen maak. Maar dat valt reuze mee. Of om, weet ik veel, ik kan heel snel praten. Dus excentriek graag om andere dingen, maar niet om met wie ik naar bed ga en met wie ik woon en leef. Dat vind ik gewoon iets heel banaals om excentriek over te zijn. Ja, die snap ik. Maar op het moment dat je... Kijk, ik zeg altijd... ik wijs die kant op, want mijn gezin zit daar, zeg maar. Maar het feit dat wij een kind hebben, dat is nooit een ongelukje geweest. Want daar hebben we echt best wel wat voor moeten doen. Wat voor moeten organiseren, zeg maar. En dat maakt het bijzonder. Dat het niet een ongelukje is, dat het niet zomaar gaat. Dat je er echt over moet nadenken en dat het toch... gelukt is om iemand te vinden die dat met ons wilde doen. Ja, dat vind ik bijzonder. Dus ik vind het heel fijn als mensen zeggen, wat bijzonder. Zeg ik, ja, zeker. Ja. Ja. Nee, ik ben er stil van. Ja. Nou, het is heel jammer dat Saskia natuurlijk vanavond niet is. Want jij keek heel erg uit naar haar boek en had het idee, daar kan ik ook een beetje van afkijken en herkenning in vinden. En er is eigenlijk een passage in je boek die ik super interessant vind en die ga ik ook voorlezen. Je schreef dus, reikhalzend had ik naar het boek uitgekeken. Christopher was inmiddels een mollige peuter van bijna 2. Ik snakte ernaar mezelf terug te zien in literatuur. Ik hoopte op een vlijmscherp antwoord op de eeuwige vraag, wie is nou de echte moeder? Op versterking van mijn positie als niet-biologische moeder, een legitimering van mijn ouderschap. Ik hoopte op iets om trots op te zijn. Iets dat ik aan de buitenwereld kon presenteren. Kijk, zo zijn we. Lees dit maar, dan zul je het begrijpen. Tijdens het lezen had ik de neiging het boek weg te moffelen. Nachtouders bleek een opsomming van situaties waarin het hoofdpersonage Saskia zichzelf beschouwt in negatief contrast met de natuurlijke moeder. Ik vond die laatste zin echt... Ik denk dat we de slide misschien nog even... super. De laatste zin vond ik eigenlijk heel interessant, want daar zit best wel veel in ook, toch? Ja, er zit heel veel in dat boek, sowieso. Het hoofdpersonage Saskia, die twijfelt echt voortdurend aan haar eigen moederschap. Het is echt een enorme worsteling wat je leest met... eigenlijk vooral heel veel onzekerheid. Van, ik kan dit toch niet zijn? En dan onzekerheid die vooral gericht is op... Ja, maar ik heb dit kind niet gedragen. Hoe kan ik nou een goede moeder zijn? En toen ik het voor de eerste keer las, dus dat is eigenlijk dit verslag, is dat toen ik het voor de eerste keer las, toen dacht ik echt inderdaad, niemand moet dit zien. Dit moeten we verstoppen. Maar waarom dan? En dat is dus, want daar kom ik op terug, dus laat dat helder zijn. Ik vind dat nu niet meer. Ik vind dat iedereen het moet lezen. Omdat ik het zag als slechte reclame. En dat is natuurlijk heel oneerlijk, want er zijn echt heel veel boeken over slechte of onzekere of gestoorde heteroseksuele ouders. Gewoon allerlei romans. En daar voel ik helemaal niet zo'n sterke reactie bij. Maar bij dat, toen ik dat voor de eerste keer las, dacht ik, eindelijk is er een Nederlandstalige roman over een lesbisch personage dat moeder is. Nu zal de wereld het krijgen. En wat Saskia, hoofdpersoon, deed, was eigenlijk alleen maar zeggen van, jij, de wereld twijfelt aan mij, maar kijk, ik twijfel ook enorm aan mezelf. Want ik kan het natuurlijk niet, want ik heb niet gebaard. Ik voel dit allemaal niet aan. En daar was ik eerst dus echt, daar voelde ik me heel ongemakkelijk bij. Maar ik ben er over gaan schrijven, dagelijks over gaan nadenken. En dus ook die hele reactie van, waarom vind ik dit zo naar? En waarom stel ik dan dus veel hogere eisen aan boeken, teksten over queer personages dan aan anderen? Dat is ook een keurslijf. Dan heb je al die wereld die je niet accepteert. En dan ga ik nog eens bepaalde eisen stellen aan fictie over queer moeders, dat het wel juiste representatie moet zijn. Wat een druk. Dat is toch niet te doen? Nou, ik heb eigenlijk gewoon een hele brutale vraag. Dat doe je toch ook in je boek? Al die angst op tafel leggen? Nou, niet alle, maar wel angsten. Ja, maar nu vind ik dus ook dat het een heel goed idee is. Oké. Dat is een ontwikkeling. Oké. Als biologische moeder heb ik ook ontzettend veel onzekerheden. Vind ik mezelf ook af en toe echt een slechte moeder. Denk ik, dat heb ik niet goed gedaan. Ik denk dat het grootste percentage van de moeders
schuldgevoel heeft en twijfelt aan dingen. En als ik kijk naar naar de andere moeder van mijn dochter, die is veel meer moeder. Zeg maar, zoals je een moeder zou schrijven in dit ideale wereld. Wat is dat dan? Even voor mij, wat is zoveel moeder? Nou ja, zo veel geduldiger dan ik. Een warme, geduldige vrouw. Ik vlieg alle kanten op. Okay. Ja, mijn dochter noemt haar ook de moeder en mij noemt mij de huisgenoot. Best een grappige dochter. Ja, zeker een hele grappige dochter. We hebben dus ook beloofd dat we het over queerness en fictie zouden hebben vanavond. Laten we dat dan ook gaan doen. Ik zou heel graag Marieke Heidman en Hanne van Vliet willen uitnodigen. Ja. Nou, ik vind het sowieso een hele leuke avond. Want ik merk ook ineens van, oh ja, wat praten we hier eigenlijk weinig over? En ik ben 31, ik ben net iets jonger dan jullie. Dus ik denk dat over 5 jaar ook weer anders is, zeg maar, in mijn vriendenkring. Maar ik vind het eigenlijk, ik word gewoon helemaal volgestopt met allemaal gedachtes die ik ook voor een deel natuurlijk wel herken als queer vrouw in deze wereld. Maar goed, het gaat ook. Ik denk dat ik ook weer misschien een andere ervaring heb dan jullie. Omdat ik me femininer. Mensen mij femininer in elk geval interpreteren. Misschien. Lang haar. Ja, in elk geval lang haar. Dat is dan voor veel mensen is dat dan heel duidelijk. Dus er zijn natuurlijk heel veel nuances in, maar ja. Ja, voor mij voelt het ook een beetje als een voorland of zo. En ook wel als een soort gedachtes die je natuurlijk wel hebt als je nadenkt over, wil ik dan ooit kinderen? En wat voor angsten komen daar eigenlijk bij kijken? Over inderdaad een niet-biologische ouder zijn of in een constructie die... Het is ook pas nog niet zo lang dat ik daar zin in heb, zeg maar. Dat ik denk, oh, dat is eigenlijk ook wel heel mooi. En het heeft eigenlijk ook wel heel veel voordelen misschien om een soort co-ouderschap te hebben. Heel veel voordelen. Ja, nee, ja. Maar dat is ook echt een proces. Want we worden allemaal natuurlijk opgevoed met dat beeld van, er is een moeder en een vader en dan zijn er minstens 2 kinderen. Liefst een jongen en een meisje. Ik heb helemaal geen punt, maar ja. Je hebt al veel punten gemaakt, vind ik. Maar wat ik dus ook interessant vind, is dat jij in Anne Plus, zijn jullie daar nog niet echt mee bezig, zeg maar, in de serie, zeg maar. Ik zeg jullie gewoon heel breed, hele cast, maar ook de personages. Want jullie zijn eigenlijk nog ook bezig met het ontdekken van queer zijn, mag ik dat zo zeggen? Of hoe? Het gaat eigenlijk over een lesbisch meisje die met een date leven en gewoon een leven in Amsterdam. Dus het... als we het hebben over die positieve reclame, zeg maar, dat vond ik wel goed gezegd. We hebben ook heel bewust toen een serie willen maken met een hele positieve serie. Waar je gewoon naar kan kijken als puber. Eigenlijk hebben we gemaakt wat we zelf graag hadden willen zien toen we een jaar of 13, 14, 15 waren. En waarvan je kan denken, ik ben misschien wel gay, maar ik hoef daar niet zoveel paniek over te hebben. Want ook al is niemand op mijn school het in deze serie, zie ik dat het best leuk is. En dat je inderdaad een gebroken hart hebt of problemen met je ouders. Of gewoon waar iedereen tegenaan loopt in het leven. Maar toevallig zijn we hier allemaal gay. Mm-hmm. Maar in het tweede seizoen bijvoorbeeld zijn wij ook weer een stapje verder... In ons eigen leven en ook omdat we door die serie te maken, dat is ineens een heel groot deel van onze identiteit geworden. Dus we werden ineens heel veel aangesproken, ook op. Voor mijzelf was dat in elk geval echt een soort keerpunt. Dat queer zijn veel meer deel van mijn identiteit werd, omdat ik er de hele tijd over werd bevraagd, interviews over ging geven. En ik heb me daar nooit zo bewust eigenlijk bij stilgestaan dat het heel raar is dat je eigenlijk iets maakt waarmee je iets normaliseert. Want voor ons was het ook bijvangst eigenlijk dat best een groot hetero publiek er ook naar heeft gekeken en het leuk heeft gevonden. Maar dat is natuurlijk ook wel fijn, want het normaliseert daarmee ook queer relaties. Maar tegelijkertijd, om dat te normaliseren, moest ik de hele tijd over dat gedeelte van mijn identiteit blijven praten. Dit is de dynamiek die jij net zei over het boek inderdaad. Je wil dat het normaal is, maar je schrijft wel een boek erover, dus inderdaad. Dat is ook heel dubbel.
hoe persoonlijker je iets maakt, hoe universeler en herkenbaar het wordt. Ja. Als je heel algemeen iets gaat schrijven over relaties die aan en uitgaan, daar herkent niemand zich in. Terwijl ik denk dat als hetero mensen naar die serie kijken, dan zien ze ook, oh ja, ik heb ook weet ik veel een keer dat gedoe gehad met die en die. En dan doet het dus niet toe of het vrouw-vrouw relaties zijn of hetero relaties. En dat vind ik dus fantastisch aan die serie. Het is gewoon een serie over relaties. Ja. En dat het dan vrouwen zijn, ja. Ja. Maar het is wel zo dat soms hetero's naar me toe komen om dat te zeggen. Dat vind ik superleuk. Maar die zijn dan soms ook een beetje verbaasd. Dus ja. Nou, ik herkende me daar heel erg in. Ja. Want mijn relatie is ook wel eens uitgegaan. Ja, dat je zo denkt, jeetje, maar wat interessant dat je dat zelf zo verbaast. En tegelijkertijd ben ik ook toch altijd een beetje verbaasd als een soort ballerige hetero jongen naar me toe komt die dan zegt dat hij die serie heel leuk vond. Ja. Dus maar wat ook vooral heel leuk is aan deze serie, dus het is, ik zou zeggen, bijvangst dat al die hetero's er naar kijken. Maar hoe leuk is het voor, nou ja, voor mij en voor ons, zeg maar. Want het is aan de ene kant een serie over gewoon een relatie, maar hoe ik er naar gekeken heb, hè, over inderdaad gewoon relaties. Maar het is, je kunt het echt niet maken als je niet queer bent. Dan had, ja. Dit is niet, dit zijn allemaal dingen die je alleen weet als je queer bent in deze wereld en in deze stad misschien. Ja. Tenminste, dus dat vond ik zo leuk, dat het geen concessies heeft gedaan naar het hetero publiek. Wat jij dus net zei, over dat de eerste seizoen zijn we eigenlijk heel erg gefocust op dat positieve, en dan het tweede seizoen hebben we dat iets minder gedaan. Dat boort wel iets super interessants aan, denk ik. Is dat, en daar hadden we het eerder ook al kort over met jullie, van wat wil je nou laten zien? Moet je alleen maar happy queers laten zien? Of is dat nou ook schadelijk bijvoorbeeld? Ja, dat is een hele interessante vraag. En het is ook natuurlijk niet zo, moet je alleen maar dat of alleen maar dat. Want het is juist belangrijk dat ook wij, ook verhalen over ons, divers zijn. Dus dat er ook slechte lesbiennes zijn en ook aardige lesbiennes. Mm. En ook dikke en dunne en mensen van kleur. Dus die diversiteit is juist natuurlijk heel belangrijk. Bij zo'n film als Star bijvoorbeeld vind ik dus een super interessante film. Dat gaat over een iemand met veel macht, een vrouwelijke lesbische dirigent die ook grensoverschrijdend is. Dat ik toch met weerstand eigenlijk ernaar kijk in eerste instantie, omdat ik denk, ook omdat die door een man is gemaakt, die film. Dus dat is voor mij toch ook een onderdeel van het gesprek van wie maakt dan zo'n verhaal. En mijn mening over die films ook weer, nou, die fluctueert wel de hele tijd. Maar... Want aan de andere kant is het ook een hoofdpersonage die eigenlijk toevallig queer is, toch? Of toevallig lesbisch. Ja, maar in fictie is toch nooit iets toevallig? Nee, hoezo over... niet? Nou, daar is over nagedacht. Er is gedacht, wie is dat hoofdpersonage? En dan is dat zij queer is geen bijzaak. Dat speelt wel degelijk een rol. Ik vind het vooral bizar dat iemand in de top van de klassieke muziek een vrouw is. Dat is totaal onrealistisch. En dan is ze ook nog lesbisch. Ja. Maar je hebt daar ook een mooi stuk over geschreven, toch? Ik heb er een stuk over geschreven, ja. Ik maakte me weer eens kwaad. Terecht. Nee, want inderdaad, wat ik interessant vind, was toen dat er dus inderdaad een soort van... reactie op die film was van, oh, dit is niet goed, want het is en niet, het doet de werkelijkheid geen recht, want nou, vrouwen zijn niet zo machtig in de klassieke muziekwereld, en het is niet eerlijk dat er zoveel schandalen zijn met mannelijke grensoverschrijders, en dat het enige verhaal dat dan, of niet het enige, maar één zo'n verhaal dat dan het grote witte doek bereikt, is dan een vrouw, en dan ook nog eens lesbisch. Het is, nou ja, hele slechte reclame voor de lesbienne. Maar mijn punt is dus eigenlijk, maar dat is eigenlijk zo'n reactie, is eigenlijk wat ik in eerste instantie op Nachthouders had. Is dus van, dat kan dan niet. Maar hoe kan je vrij zijn als je in fictie beperkt bent tot modelrollen? Dan ben je niet vrij. Dan hebben we nog steeds de hetero's vrij spel. Kunnen zij iedereen zijn en wij alleen maar goed? Dat is toch niet eerlijk? Nee, dat ben ik ook helemaal met je eens. En daarom is ook mijn mening over die film ook wel, ook na het lezen van meer stukken erover, wel veranderd dan mijn eerste reactie, die toch eigenlijk een beetje dit was, als ik eerlijk ben. Wat ik snap, trouwens. Ja. Is het niet ook zo dat er gewoon
Het zou een veel oninteressantere film zijn als het weer een man was met schrijnend gedrag. Dan gaan we niet kijken. Dat hebben we 1000 keer gezien. Ja, en dan heb je ook al na minuut 5 heb je hem al afgeschreven. Maar is het zo dat we het al 1000 keer hebben gezien? Nou ja, dat goed, weet ik eigenlijk niet. Het is 1000 keer besproken, laat ik het zo zeggen. Er wordt veel meer over gepraat. En ook een vrouw met grensoverschrijdend gedrag, dan gaan we allemaal kijken. Nou, en wat... en dan gaat het over het grensoverschrijdend gedrag. Maar goed, er zitten bij die film, vind ik, dat je toch niet aspecten kan negeren als dat zij een lesbische vrouw is. En hoe is zij gevormd door de wereld. Maar dat zit er ook in. Dat, we gaan het over tar hebben. Ja. Maar dat mag, want het staat ook voor iets groters, toch? Ja, nee, maar het zit erin. Want zij moet ook maar de hele tijd lunchen met al die rijke, of die oude mannen, zeg maar, die dan haar in het zadel geholpen hebben. Dus het zit er. Dus ik denk eigenlijk dat je dat mag. Misbruik van haar ook niet helemaal los kan zien van dat zij zich heeft moeten invechten als vrouw, als queer vrouw. Dus zij is soort van, volgens mij, zich gaan assimileren naar dat wat machtig is. En dat is in die wereld de man die ook zich grensoverschrijdend gedrag kan permitteren. En het beviel haar misschien ook wel. Ja, of corrompeert macht gewoon altijd. Precies, maar dat allemaal van die vragen. Maar dat queer zijn is niet er zomaar bij gehaald als in... maar dat sluit aan bij wat jij zei. Het doet ook iets in het verhaal. Want het laat zien... Nou ja, ik denk als je vaker de underdog bent geweest... dat macht extra lekker is. Stellen we andere eisen aan queer personages in fictie? Misschien niet specifiek daar, maar in andere gevallen. Of misschien ook daar. Voor mij ligt het eraan wie het heeft gemaakt, toch? Want ik vind toch dat wij... Wat jij zegt, Anne Plus, je herkent dat het is gemaakt door mensen die dat leven kennen. En dat komt door kleine rare details waarschijnlijk, die andere mensen misschien niet opvallen. Dus ik vind het toch riskant als mensen... Dus ik vind niet dat een hetero niet een film over een gay mag maken. Maar ik denk wel van, maar misschien moet je dan wel een gay schrijver of die acteur dat laten spelen, een gay acteur dat laten spelen. Mm-hmm. En dat gebeurt wel te weinig, vind ik. Ook in films met queer karakters. Trouwens, in films over allerlei minderheidsgroepen. Mm-hmm. Dat is voor mij, ik weeg dat toch mee in hoe coulant ik ben. En ook ik heb zelf eigenlijk niet zoveel zin meer om films te zien over enorm trauma. Of over iemand die niet uit de kast durft te komen. Of al die talloze kostuumdrama's van vrouwen die toch in geheim en dan uiteindelijk toch terug naar hun man. En dan, nou ja, ik hoef daar gewoon niet meer naar te kijken, want het irriteert me gewoon. Ja. Maar, en zeker als die gemaakt zijn door hetero mannen en dan door aan een heel groot Hollywood publiek. En iedereen vindt dat allemaal, die vreet het als zoete koek. Ja. Maar goed, misschien als iemand zo'n verhaal maakt omdat het diens eigen trauma is, dat die op een of andere manier vormgeeft en er zitten weer zoveel slimme nieuwe nuances in. Kijk ik toch anders naar zo'n film. Marike, hoe kijk jij daarnaar? Hoe was dat ook voor je eigen boek, bijvoorbeeld? Nou, ik vind het eigenlijk wel een hele goede vraag. En ik denk dat ik mijzelf er wel op betrap. Sowieso zelf als mens. Maar dat kan niet anders dan dat dat ook in mijn personages terechtkomt. Is de neiging om heel erg mijn best te doen. En te bewijzen dat het goed is wat ik maak. Dat het waar is. Dat het authentiek is. En ik denk dat het altijd wel geldt als je iets maakt. En het is altijd kwetsbaar. Dus je doet zo goed mogelijk je best. Maar er zit wel misschien een stuk queer schaamte bij. Van ik wil. Die drang om het zo goed mogelijk uit te leggen. Want dat is mijn boek, denk ik toch ook. Ik probeer het zo goed mogelijk uit te leggen. Dat, aan wie? Aan jezelf of aan anderen? Allebei. Eerst aan mezelf en dan aan anderen. Dat zou niet. Ja, ik zou natuurlijk liever gewoon wild en spontaan dingen maken. En misschien past dat. Waarschijnlijk past dat niet ook bij mijn karakter. Maar ik denk wel dat dat mijn karakter plus queer zijn mij een bepaalde druk oplegt om het goed te doen. En ik vrees dat dat ook in mijn personages gaat zitten. Maar wat betekent het dan, het goed doen? Voor jou nou, dus dat ik het inderdaad eigenlijk stiekem heel moeilijk zou vinden om zo'n personage als Tar te verzinnen. Iemand die dus het verkeerde doet. Ja. Dus ik vind het eigenlijk wel een leuke opdracht aan mezelf of me dat ooit nog eens zal lukken. Ja. Ja. Want het lijkt me ook best wel vermoeiend om de hele tijd te denken, ik moet het goed doen. Ik moet... Wat vaak denk ik aan jonge, tegen jonge queers wordt gezegd, of hoe zij leren hun gevoelens te
verbaliseren is dat ze in de war zijn. En dat is een van mijn kerndingen in mijn boek. Dat ik denk, nee, ik, en dan betrek ik het even op mezelf. Ik ben niet in de war. Ik weet heel goed hoe het in elkaar zit en wie ik ben. Op het moment dat ik in de wereld stap. De wereld is anders ingericht. Die is niet ingericht naar hoe ik ben. Dan lijkt het alsof ik in de war ben. En dat is eigenlijk hetzelfde met activisme. Mijn boek wijkt af kennelijk van een norm. Dus word ik of het boek als activistisch gezien. En op zich is het een prima begrip. En ik doe wat ik doe. Dat verandert niet. Maar het is ook weer iets opgelegd omdat wij afwijken van de norm. Zijn we activistisch? Eigenlijk best wel raar.